En mommy, lach mee, daar komt een lekkere staan. Tijd om te huilen. Ja, schat, nee, laat maar doen. Ik ga de koeien melken met mijn baby. Yes, de baby moet er snel in willen leren. En Boran, het is een beetje gelukt. Ja, toch, en alles is gedaan, heel takkertjes af en... Nu maar hopen dat het snel genoeg gaat regenen, dan hebben we genoeg eten voor de komende paar maanden. Ja, laten we het doen, man. Jeet, we hebben genoeg water nodig, dan kunnen de aardappelen lekker groeien voor onze kleine karel, hè? Jeet, want deze ochtend is het altijd goed gedaan, man. Ja, het is een echt een expert, hoor, in die koeienmelk. Oh, dat is mooi, onze kleine karel, karel. Wat een grote boer en het... Een beetje eten. Het is niet fijn, maar het is toch wat. Ja. Bedankt. Was die kerel nu? Ja, hij lijkt boven te slapen. Ja, die was zo moe van al het melken, maar die verrekt van de honger. Snap ik. Het is niet veel. Geen regen. Dan hebben we ook niet veel eten. Hé, hey, weet je wat ik nou van de buurvrouw aan je hoor? Nee, vertelt het eens. Ze had het over dat de dijken gaan doorbreken. Nee, echt weg. Ja? Maar dan moet ik even snel de radio aanzetten, ja, hoor. Ja, laten we dat doen. Want als dat zo is, dan kunnen we wel verkassen. Ja, dan gaan alle armen voor de dood. Weer hetzelfde troosteloze beeld. Zo, die spoorlijnen. Oh, Niels Behind, goed getimed. Wegen die zomaar ineens doodlopen in het water. Huizen die verzakt zijn. Ja, van alle aardappelen. En Karel. Oh, Karel. Nee, we moeten verkassen. Nee. Voor eens Karel, dit mooiste lied. Slep, kinderke, slep. Och, hé, daar was het nou weer de laatste tijd. Ja. Oh mijn hemel, de dijk gaan doorbreken, het water steekt op. Och Hegen, we moeten verkassen. Kunnen we bij jou slapen, hier wat op zo'n van zo'n berg? Ja, jullie kunnen mooi komen. Oké, mooi, want het echt uur staat bij jou voor de deur. Oké, snel als kom maar. Nou, sla maar lekker hoor. Zo, we gaan naar de buren, hè? Ja, stil maar kinderen, blijf, alles komt goed. Komt u maar binnen. Hallo. Hey. Bedankt dat we bij jou in huis mogen wonen in deze moeilijke tijden. Ja. Bedankt, bedankt. Mag ik u van harte. Het is echt heel erg fijn. Ja, maar ik dacht, hè, laten wij dan eens even het huis gaan controleren. Laten we eens even gaan kijken wat we allemaal aan het huis kunnen doen. Laten we buiten beginnen. Laten we wie dat eens even doen. Laten we wie dat doen. Zullen we langs de achterdeur? Ja, dat is een goed idee. Hun schep en de nummers. Hier, ik heb nog een emmer. Oh. Laten we die baby wassen, want ja. Vies hoor, door om dat te willen. Ja. Maar ik heb nog niet, wat hebben we hier ooit een type? Zo, laten we eens kijken wat we allemaal al thuis kunnen doen. Dat dacht ik ook. Nou, ik ga dit plankje doorzagen en ik ga hem dat voor de armen. Hè? Ja, we zien we en probeer zo min mogelijk, dat er zo min mogelijk water door het thuis kan. Want ja. Daar werken we voor. Nee, we willen nu hier en dat is goed. Ik ga beginnen, hoor. Ik ga beginnen. Hé, Piet. Wil je een beetje eten? Nee, het gaat niet werken, hoor. Oh, wat doet de Sam? Wat doet de Sam? Hier, dat is die buffen nodig. Hartstikke goed. Met deze dik kunnen we alles aan. Sam, sterk.